kijken naar deze nieuwe video. En ik ben vandaag niet alleen. Ik ben samen met Isa. Ja. En we gaan lekker een KFC mukbang opnemen. Het is al 9:30. We sterven van honger. Echt zoveel werk. Zoveel gezeik. Ja. We gaan het meteen openen. Ja. Ik heb er echt zin in. Ik ook. Isa heeft ook een YouTube kanaal. Ja. Dus check it out. Isa Luna heeft mijn kanaal. Ja, ik zal zo een linkje in de beschrijving zetten voor. Oh, en dat is een Pepsi dan. Ja, volgens mij wel. En boter. Ook voor op de mais. Zo lekker. We hebben niet zo heel veel eigenlijk. Nee. Niet zo heel veel eten. Normaal heb jij volgens mij veel meer met je mukbangs. Ik zit zo tevreden uit. Heerlijk. Koud, warm. Ja, maar ik heb geen kijk. Even kijken. Dit is, we hebben een soort menu, wat was het? Twee personen kipmenu. Ja. Nou, het zal vast wel goed komen. Het is patat. Altijd, je denkt altijd dat je veel meer kan eten dan dat je dit is kan. Sowieso genoeg hoor. Ja, als je en maar ook chips eet. We hebben ook chips. Daarom. Oh, dit zijn mais. Die mais is heel lekker. Ja, lekker hè? Ik bestel het sowieso altijd. Oh, ik hou daar heel erg van. Oké. Okay. Moeten we niet even een thumbnail maken? Alvast? Wat is hier dan? Zet dat zo neer, dat je zo die KFC ziet. Oh! Oh, nog kipballetjes. Ja. Dat zijn van die kippopcorn. Hier die. Ja. En die. En dan... moeten we even iets vasthouden of zo? Oké, doe wel zo'n kippetje zo. Ja. Ik hoop dat het zo hierbij zit. Ja. Oké, maar we hebben hier ook nog... Zo zout houden. Ja. Wat is dat voor een grote kip? Ja, een heel kipstuk. We hebben hier nog een soort balletjes kip. Ja, dat is kippopcorn of zo volgens mij. Deze zout komt wel heel veel tegelijk uit. Wel lekker. Oh. En we gaan zo. Ondertussen, ja. Ik heb zo'n spraakgebrek. Ik verslikte me. Ik moet er ook echt op letten dat ik goed met mijn mond dicht eet als ik dit opneem. Oh, ik stikte bijna. Bro, het is echt best wel veel patat. Zo, inderdaad. Oké, ja, we gaan vragen beantwoorden. Ja, wat ik wilde zeggen. Dat ik de eerste keer een vraag heb gevraagd. En die gaan we ondertussen beantwoorden. Ik ben heel benieuwd. Maar kennen mensen mij ook? Zijn er ook vragen over mij eigenlijk? Weet ik niet. Ik heb nog niet echt gekeken. Ik hoop dat jullie het wel leuk vinden dat nu niet Isabel en... Nee joh. Ik heb ook wel spraken met anderen gedaan hoor. Dat ik een vervanger ben. Nee. Die is wel eens een keer blij. Dus god, ik hou niet tevreden met die camera. Maar lekker mayo, ik hou ervan. Ik ben nog nooit bij iemand anders echt in de video geweest. Nee? Jij wel? Ja, bij Kelly. Nee, ik nog nooit. Oh, dat is leuk. Voor mijn eerste keer. Ja, helemaal leuk. Ja. Ik vind het sowieso echt leuk om samen te werken met andere YouTubers. Het ook. Echt heel leuk. Ik moet er binnenkort ook een video voor mijn kanaal opnemen. Wat willen jullie zien? Ja, wat lijkt jullie leuk? Inderdaad. Ja. Wat? Jij bent veel minder licht dan ik. Oh, die lamp staat bij jou. Moet even... Iets meer hier. Ja, jullie moeten even laten weten wat jullie leuk lijkt om samen op te nemen. Nou, we kunnen anders ook voor jouw kanaal een mukbang doen. Ja, dat kan inderdaad ook. Kan ook. Ja. We wilden eerst nog deze avond 2 video's opnemen. Nou, dat was echt niet meer gelukt, want het is nu al 9:30. Nee. En je gaat ook niet 2 mukbangs opnemen. Nee. Dat ga je toch niet meenemen? Het is echt nog lekker. Ja. Dat was echt lekker. Dat vind ik echt lekkerder dan die van de Mac. Normaal. Wil je niet zout erop? Ja. Oh. Normaal vind ik de friet zo vies van de KFC. We hebben ze van die hele dikke. Maar dit is echt van die lekkere Franse frietjes. Ja. Dit is ook lekker. Ja? Oh ja. Die popcorn. Ik heb van die hele andere mouwen. Ja, voor eten. Ja. Ik heb ook dit aan. Ja, kippopcorn. Ja. Jeetje, waarom kan ik niks? Alles. Oh, was er eens een fout op Insta of zo? Ja. Zie je? Oh, wat is hij? Nee. Instagram heeft een story. Een story. Ik weet het ook, story. Ik hier, mijn vriendinnen hebben het er volgens mij ook over. Oh my god, hij heeft echt... Oh my god, precies. Dan moeten we alleen deze vraag... Ja, maar dit is kut. Hoe lang zal dit duren? Nou, dan beginnen we wel met deze. Anders kunnen we ook gewoon wat never ever vragen online. Toch? Op zich weet je ook wel wat mensen gaan vragen. Ja. Oh, ik word dus niet goed van. En ik denk, vraag nou een keer, is het leuk? Wat wil je later worden? Okay. Ja. Oh, ik had dat wel gezien in het begin. Dat mensen vroegen, hoe kennen jullie elkaar? Ja. Maar wij kennen elkaar via een gemeenschappelijke vriend. Nou, eigenlijk niet. Nee, nou, maar we kennen elkaar niet via hem. Nee, we kennen elkaar wel via YouTube gewoon. Ja, via YouTube, Instagram. Ja. Ik weet eigenlijk ook niet echt meer. Ik denk dat een van ons elkaar volgen en toen gedm'd of zo. De ML. Volgens mij had jij mij gedm'd. Of ik een keer een video wilde opnemen. En zei ik, ja, maar ik wil ook een keer iets doen eerst. Ja. Ja. En toen gingen we wat drinken. Ja. En we hadden sowieso al contact op Snap. En toen kwamen we erachter dat we beide iemand kenden. Oh ja. Ja. Toen. Ik weet hoe het zit. Wat? Hij zei dat hij bij jou in de klas zat. Tegen mij. Tegen jou. Ja. En toen zei hij van, ik ken ook iemand die YouTube doet, die zit bij mij in de klas. Oh ja, want hij had bij mij al een keer gezegd van, ken jij Sara? Want ik ben een keer in haar vlog geweest. Ja, en daardoor, en toen ging ik jou opzoeken. Dus het komt eigenlijk wel door hem. Ja, het komt eigenlijk wel door hem. En toen, toen ging ik jou opzoeken en toen ging ik je volgen. Ja. Dus toch. Toch wel. Ja. Deze mais is heel goed verpakt. Wel lekker, kip ook. Ik heb zin nou in die kip ook. Ik krijg altijd de vraag, hoe ben je op het idee gekomen om een YouTube-kanaal te starten? Oh, ik ook altijd. Die vraag komt altijd. Maar, jij hebt heel lang een YouTube-kanaal. Eigenlijk oprecht is het nooit bedacht van, oh, ik ga een YouTube-kanaal starten. Nee, bij mij ook niet. Ik ben mijn hele leven altijd al alles aan het filmen. Oh, dat spoot over. Nee. Het zit echt op mijn gezicht ook gewoon. Ik loop weer te vergeten van mijn leven. Ik moet even rustig aan. En jij weegt al heel veel op. Ja, maar ik ben echt een vreedzaam. Maar wat ook echt trekt dus. Vandaar ook. Ja. Ik ben het gewoon gaan doen. Voor de lol. Omdat ik het gewoon leuk vond om video's te doen. Jaren geleden. En ik was nooit actief. Ik was altijd een video en dan weer 4 maanden niks. En dan weer een video en dan weer een jaar niks. En dan weer een video. Omdat ik het gewoon leuk vond om een video af en toe te maken. Ja. Toen ben ik een tijdje gaan vloggen met Isabel en Boot. Om 15, 16 jaar. Ja, dat is echt leuk. Maar daardoor zijn we ook wel echt een beetje groot geworden. Ja. Toen heb ik het echt weer 2 jaar laten liggen. En toen was ik natuurlijk heel veel bezig met mijn opleiding. Toen dacht ik, weet je, ik ga het gewoon weer doen. Een jaar geleden of zo dan toch? Ja. Ja, vorig jaar zomer. En toen ging het wel goed, maar toen had ik weer stage. En toen weer minder. Toen weer minder. En sinds quarantaine was het helemaal ontploft opeens. Ja. En jij? Nou, ik had echt 2 jaar geleden bijna echt de ene dag random bedacht ik ga een YouTube kanaal beginnen. En toen de volgende dag had ik gewoon dat kanaal begonnen. Oh echt? Sorry. En toen had ik een weekvlog gemaakt. Dus ook echt niet dat ik er heel lang over nagedacht had al van, want heel vaak krijg ik de vraag van, ik denk er al zo lang over om een YouTube-kanaal te beginnen, maar ik durf het niet. Ja, je moet het gewoon doen. Je moet het gewoon doen. Ja. Niet nadenken. Nee. Ik denk ook nooit na over mijn YouTube of over mijn video's. Nee. Je moet gewoon plaatsen, gewoon doen. Je moet niet te lang naar je video's kijken, je moet niet te lang over nadenken. Want dan ga je het weer kut vinden. Ga je helemaal onzeker worden en denken dat het is stom. En terwijl andere mensen zien het waarschijnlijk niet eens dat wat jij ziet dat stom is. Dus je moet er echt niet te veel over nadenken. Gewoon doen, niet te veel. Je bent gewoon wie je bent en dat komt uiteindelijk toch wel boven tafel. Ja. Je kan in het begin voordat je iemand anders bent, maar mensen zien daar echt doorheen. Klopt, en je kan ook niet zo lang volhouden of zo om anders te doen. En het is ook veel leuker om naar iemand te kijken die gewoon zo saai is. Daarom. Heel lekker. Wat heb je nu? Wat ik net had. Zonder botten. Ja, ook heel lekker. Ik heb nog geen hot wings gehad. Nou, ik heb een hot wings. En daaronder zit een hot wings. Is er al een keer iemand vreemd gegaan op jullie? Nou, Ik heb al bijna 4 jaar een vriend. Dus sinds ik 15 was. Ja. Dus ja, daarvoor heb ik niet echt een serieuze relatie gehad, want toen was ik 15. Ja. Dus nee. Ja, weet je hard. Maar ook niet. In ieder geval, nu dat ik weet. Zover ik weet. Ja, nee. Nou, beter inderdaad. Nee, dat lijkt me echt kut. Ja. Inderdaad. Ja, dat lijkt me echt gedoe. Nee, dat is niet leuk. Nee. Daar moet je ook maar niet te lang over nadenken. Nee. Wat nemen jullie te vaak bij de Mac? Oh ja, ik had het even neergezet op de McDonald's vinger. Ja, maakt niet uit. Het is net zo leuk. Maar ik neem altijd dan cheeseburger, kip 6. Ik heb nog nooit een cheeseburger gegeten. Nee? Oh, ik hou van cheeseburger met een bak frietsaus. Maar een cheeseburger lijkt me echt niet lekker. Nee? Ja, ik vind het geweldig. Zo kaal of zo. Ja, maar ik eet altijd met frietsaus. Ja, oké. En kip 6. En die spicy, heb je die spicy al? Ja, die is lekker. Die is echt lekker. Dat is lekker, die spicy kipnuggets. Ja. En frietjes. Ja, ik neem altijd kipnuggets ook. Ik moet bij mijn bestelling kipnuggets. Ik hou van kipnuggets. Ik weet niet wat het is, maar ik hou gewoon van kip. Ja, ik ook heel erg. Vandaar dat we ook kip eten. Ja, nee, ik neem kipnuggets en altijd patat ook. En het ligt een beetje aan waar ik zin in heb. Soms een kipburger, soms... Ik vind zo'n wrap ook lekker, zo'n kipwrap. Dus eigenlijk altijd wat anders. En ijskoffie. Die ijskoffie van de Mac is zo lekker. Dat hebben we nog nooit op. Nee, die is echt heel lekker, ja. Oh, dat ga ik doen. Volgens mij is het echt die... Zo, die mais is ook lekker. Mais tussen mijn tanden. Ik hoop dat je het niet ziet. Spook mij ook alle kanten op. Goed, ik zie het. Wil je een servet? Lekker die mais in de mukbang. Top idee. Die mais is echt een tof idee. Die mais is wel echt heel lekker. Ja, wel heel lekker. Hij is ook lekker warm nog. Zijn wel... Ja, dat is het. Ik schrok echt. Voor wat schrok ik zo? Chill. Hij weet hè? Gelukkig. Zegt iemand, wanneer komt deze video online? Maar dat kan ik toch niet nu beantwoorden, want er staat het toch al online? Misschien ging je toch op deze Insta. Ja, oké. Dan kan. Wanneer komt die online? Nou, dat weet ik nog niet. Of deze zaterdag, of volgende week zaterdag. Ik hoop deze. Ik wil hem zien. Ja, ik ga mijn best doen. Dus ik ben ook weer niet heel veel werk. Het is gewoon wel. Want je hoeft heel weinig te knippen. Want je moet het natuurlijk zo echt mogelijk houden. Oh. Ik wil niet boos. Oh, in plaats van die mayo. Oh, lekker. Het lijkt wel op elkaar. Nee, je hebt het ook zo op je bord. Ja. Inderdaad. Oh, doe ik het weer als ik weet. Ik ga mijn volgende aan. Het zit weer helemaal tussen mijn tanden. Ik denk dat ik gewoon even die mais ga opeten. Ja. En dan gewoon allemaal uit mijn tanden gaan halen. Ik ga ook even die mais even lekker eten. Want hij is echt lekker. Ik zweer het. Jongens, als je dat nog nooit hebt gegeten, haal het. En dan moet je het in zout doen en in boter. Ja. Ik hou altijd van mais op de barbecue. Ik ga morgen barbecuen. Echt? Ja. Zo leuk. Nog zin in. Ik ga morgen werken. Nou. Dat ga ik ook gewoon in de avond maken een keer thuis. Als avondeten. Mais. Ja, weet je hoe lekker. Maar je kan op zich wel een maiskoffie gewoon kopen, toch? Ja, gewoon overal in de winkel. Gewoon bij de groente, volgens mij. Dan moet je wel zo'n zoete mais. Volgens mij is dit zo'n suiker mais of zo. Dan kan je gewoon koken. Vet lekker. Het is toch super veel. Het is sowieso genoeg. Je denkt echt, oh nee, de batterij is bijna op. Oh echt? Je kan mijn batterij erin doen. Oh ja, dat is weer hetzelfde. Moet je? Maar, ja. Oh ja, oh my god, sorry. Dacht ik dat je je camera was vergeten. Ja, ik heb haar, oh my god. Ja, toen dacht ik, ik heb de verkeerde pond. Ik dacht echt, ik ben die camera vergeten. Ja, ik zat altijd bedenken, kan je de harde schijf mee? Ik zal altijd denken. Gelukkig. Ja, dat zou ook echt iets voor mij zijn inderdaad. Ook mondkapje vergeten, alles vergeten. Hoe ga je om met haat? Zo pittig. Slokje nemen. Haatcomments. Hoe ga je om met haatcomments? Word je er onzeker van? Nee, ik word er niet onzeker van. Ik Ik weet niet, ik lees ze en dan verwijder ik ze en dan vergeet ik het oprecht. Maar krijg ik wel haat? Nee, niet zoveel. Nee, ja, ik vind het ook nog best wel meevallen. Soms wel gewoon een soort van beetje feedback op een onaardige toon, zeg maar. Niet echt haat. Ja, dat je denkt, dat kan het ook beetje... gewoon normaal zijn. Ja. En ik wil echt wel wat voor je aannemen. Ja. Maar niet zoveel haat. Nee. Nou, ik ben pas gedm'd. Lelijke. Echt? Ja. Wat erg. Ja. Gewoon een meisje, gewoon een schattig meisje was. Echt? Ja, ik heb het ook wel eens. En dan stuur ik ook gewoon soms vraagtekens. En dat is mijn broertje. Ja, echt. En dan reageer ik van, oh nee, I love you. Nou, ze reageert per ongeluk. Maar nee, het doet mij echt helemaal niks. Ik dacht, oh sorry, ik dacht echt niet dat je ging reageren. Nee, het doet mij ook echt niks. Nee, het doet me niks. Het boeit me niet, want ik denk, die mensen kennen mij niet eens. Dus... Nee. En je ziet soms ook echt dat het mensen zijn die jou niet eens volgen. Ja. En ze zien een soort van, je kent ons wel, maar ook niet. Nee. Je kent jullie, maar een heel klein deel of zo. Dus uit een vlog kan je niet echt... Kijk, je kent iemand, mensen kennen mij op de manier dat ik wil dat mensen mij kennen. Je gaat natuurlijk niet een slecht eigenschap van je erin doen. En wij zijn ook niet perfect. Wij hebben ook genoeg dingen wat niet goed gaat in ons leven. Maar ja, dat ga je er toch minder snel opzetten. Ja. En ook wel sommige dingen, maar niet alles. Nee, inderdaad. Sommige dingen zijn gewoon privé. Het is best pittig. Ja. Lekker. Maar wel lekker, ja. Ik vind die spicy kipnuggets een beetje een hot wing. Maar dan in de kipnuggets. Ja, heel lekker. Ja. Maar haatcomments doet me ook echt niet veel. Nee, maar beter maar. Ja, ik verwijder het gewoon en het komt niet eens binnen. Nee, ik vergeet het ook gewoon weer. Want mensen vragen vaak van, wat commenten mensen dan? En dan kan ik niet eens verzinnen als iemand comment. Nee, dus beter. Lijkt heel erg dat er onzeker van wordt. Maar ik denk, al zou jij een persoon zijn die heel erg waarde hecht aan andermans mening. Moet je gewoon dat het heel moeilijk is om een YouTube kanaal te hebben. Want ik heb dat sowieso al helemaal niet zo last van dat ik denk van, ja weet je, dan denkt iemand het maar lekker over mij. Ik weet zelf wel, mensen die dichtbij mij staan weten hoe het zit. Dus dan heb ik zoiets van, joh, ze mogen zeggen over me wat ze willen. Ja. Dus ja, en anders maak je het jezelf wel heel lastig om een YouTube kanaal te beginnen, denk ik. Ja, dat je heel snel druk maakt om dit aan. Oh, Vincent heeft me gebeld. Ook 4 keer, wat is dit nou voor ruis? Misschien tript jouw telefoon gewoon. Ja, ik denk. Ja, zie je? Oh, bij die arme man. Hey. Alles goed? Ja, je bent op luidspreker. Ik kan niet opnemen en er staat dat er heel vaak gebeld wordt. Oh, raar. Ja, net had de bezorger me 51 keer gebeld. Echt maar? Ja. Jawel, maar mijn telefoon heeft dus denk ik ofzo. En hij stond beneden en hij had onze kip gewoon meegegeven aan iemand anders. En toen kwamen wij aan van nee, dit is van ons. Het is een rare vraag. Hoe lang duurt een relatie meestal bij jou? Nou, gemiddeld. Nou, gemiddeld tussen de 2 dagen en... 2 dagen en 38... Oh, nee, dat kan niet. 2 dagen en 8 uur. Ja. Zoiets. Ja, middags meestal. Kunnen wij jullie ooit ontmoeten? Nou, dat vind ik zo schattig. Dat vind ik ook zo leuk. Maar dan denk ik van ik ga niet een meeting houden of zo. Jawel, dat is wel leuk om te doen hoor. Ik heb het ook nog nooit gedaan, maar gewoon een keer. Ja, we moeten met meerdere mensen dan. Dat is oprecht leuk. Weet je wat ik dus dacht? Misschien iets van een closet sale met een meeting of zo. Ja. Met een paar mensen. Dat is gewoon met allemaal kleding en dan een meeting. Vinden jullie dit leuk? Let us know. Laat het weten. Dat gaan we doen. Ja, dat lijkt me echt een goed idee. Ja, dat is echt heel leuk. Dat is echt heel kunnen mensen meteen kleding kopen. Ja. Toch te veel kleding. Ja. Want ik heb ook geen tijd om het om een United Wardrobe te zetten. Ik vind het zo gedoe. Ja, ik ook. Hoe was je toen je jonger was? Nou, toen jij was? Gewoon aan ons. Ja, maar ik bedoel, hoe was jij? Ja, ik was veel meer verlegen. Ja? En ik was als kind heel lief. Gewoon een heel schattig meisje. Ik zei niet zoveel. Ja, zo zie ik je ook wel. Ja, mijn moeder zei echt dat ik... Zo makkelijk kind was. Ik vond alles best. Ik vond het allemaal goed. Maar wat chill. Op een gegeven moment toen ik in de puberteit kwam. Toen veranderde alles. Toen werd ik echt een heks. Nee. Toen werd ik wel lastig. Ik heb wel heel veel ruzie gehad met mijn moeder. Mijn moeder en ik zijn gewoon precies hetzelfde. Waardoor dat gewoon botst. Ja. Maar verder. Ja, ik had altijd heel veel vriendinnetjes. Ik was gewoon gezellig. Helemaal niet moeilijke dingen of zo. Chill. Ja. Jij? Ja, ik was wel een druk kind. Ik wilde altijd gewoon overal bij zijn. Dus dan wilde ik niet slapen. Oh, ja. Ik gewoon nog bij de gezelligheid wilde zijn. En ja, wel lief. Ja, wel druk. Wel best wel veel werk. Ja? Maar, ja. Oh ja. Nee, maar bij mij was het heel erg mijn broer. Dus ik denk automatisch dat je dan als kind jezelf een beetje op de achtergrond zet. Ja. Ja, mijn zusje was ook rustiger dan ik. Ja. Ja. Ja, ik kon ook niet alleen verschoond worden. Oh. Het ging zo wild. Dus echt letterlijk met 2 personen redden ze het. Wij eigenlijk ineens eenmaal moesten me neerdrukken. Want ik anders gewoon zo erg ging trappen dat ik gewoon niet verschoond kon worden. Dus iemand moest me neerdrukken en dan moest iemand anders me verschonen. En met eten kon ik ook niet stilzitten. Nou, ik at niet. Dat was heel grappig. Ja? Ik wilde niet eten. Ik wou dat ik dat nu had, want het enige wat ik doe is eten. Mijn moeder zei dat ik gewoon weigerde om te eten. Dan kwam ik mijn bed uit en dan zat ik altijd zo. Dat ik te doen alsof ik aan het kauwen was. Omdat ik gewoon geen eten wilde. En dan had ze helemaal later, werd ik natuurlijk ouder, moest ik zelf gaan eten. En dan mocht ik van tafel als mijn bord leeg was. Mm-hmm. Maar ja, ik zat dan gerust gewoon 3 uur aan de tafel. Ik heb helemaal een bord gekocht dat je daaronder heet water kon doen. Zodat het eten warm bleef. Omdat ik anders ging zeggen, ik eet niet want het is koud. Maar ik at gewoon niet. Terwijl het nu gewoon 100.000% is omgeslagen. Nu heb je het gecompenseerd. Ja. Echt, ik was ook gewoon een skelet. Ja? Ja. Nee, echt heel goed. Ook niet. Maar maakte je zich geen zorgen dan daarom dat je niet wilde eten? Nou, eigenlijk altijd wel wat. Maar moeilijk. Ik slikte gewoon niet door. Dat was het probleem. Ik had het gewoon uren in mijn mond en ik ging niet door. Maar ik kan me dat absoluut niet meer herinneren hoor. Toen was op een gegeven moment ging ik wel gewoon eten. Oh, ik zit echt wel mega vol. Deze kip nog. Ja. Willen jullie even zien? Wat is dit ook voor ding? Het lijkt net zo hard. Op hersenen. Ik durf het niet echt. Iemand vraagt wie is je voorbeeld, maar dat vind ik ook altijd kut. Heb jij een voorbeeld? Nee. Ik dus ook niet. Ik heb het helemaal in muziek heb ik niet iemand waar ik fan van ben. Ik heb ook echt niet. Op heel veel, ja. Nee, ik hou zeg maar, ik vind wel mensen leuk of goed of zo, maar dan heel veel verschillende mensen. Ja. Bepaalde dingen. Niet dat ik één persoon echt helemaal. Nee. Ik heb geen voorbeeld. Ik heb ook niet één favoriete artiest of celebrity crush. Ja. Ik heb dat helemaal niet. Het ongemakkelijkste wat je mee hebt gemaakt op de middelbare school. Ik vind dat zo lastig te beantwoorden. Ik ook dat soort vragen. Zeg maar, als je gewoon een gesprek erover hebt, dan bedenk je echt dingen. Maar als je het zo moet bedenken. Wat vond jij van de middelbare school dat leuk? Ja, ik vond het wel echt leuk. Ja? Zeg maar, helemaal vergeleken met HBO. Het was gewoon zo grappig op de middelbare school. Ja. Zeg maar, nu is alles gewoon heel serieus en dat is ook chill. Maar op de middelbare school boeide het gewoon niet zo heel veel. Het was gewoon zo grappig. Je lachte echt gewoon de hele tijd. Ik deed niet eens school. Zeg maar. Nee, gewoon, ik was niet eens bezig met school. Überhaupt. Ook niet. En toen ook gewoon met die docenten waren zo grappig en gewoon zo kutten. Dat was echt heel leuk. Ja, dat mis ik wel een beetje, gewoon dat onverantwoordelijke leven van yo. Ja, echt, en nu is het gewoon, joh, als jij niet naar school gaat, als jij je ding niet doet, jouw probleem. En het is ook nooit echt grappig of zo op school. Nee. Nou, ik heb op zich wel leuke klassen gehad hoor. Ja? Maar ik niet echt. Ik vond de middelbare school die leeftijd gewoon niet zo leuk. Nee. Dat leeftijd, ik vond het helemaal niet leuk, de puberteit. Nou, ik vond het ook niet leuk dat iedereen zo op elkaar lette en zo tegen elkaar bitchte en gewoon iedereen zo is heel onzeker. Ja, gewoon zo kut deed tegen elkaar allemaal. Ja. Zo ruzie en gezeik. Dat vind ik ook heel niet leuk. Maar gewoon, school zelf was wel grappig. Ja. En ik vond de schooldagen veel te lang. Ja, ik ook. Dat vind ik echt abnormaal. Dat je gewoon elke dag van 20:30 tot 3 of zo op school zat. Dat kan ik me niet meer voorstellen. Ja, en ook gewoon dat je echt de hele dag het gevoel dat je niks had geleerd. Dan kwam je thuis en dan vroeg me uit van heb je nog wat geleerd? Hoe was school? Ja. Weer niks gedaan. Ja. De hele dag niks gedaan. Ja. Ze moeten het echt anders indelen. Ja, ik vind ook echt het belachelijk hoe de middelbare school is. Ja, ook. Je doet niks. Het boeit ook niemand wat. Als je dan een schoolopdracht had, niemand zat eraan. Nee. Iedereen deed maar wat. Je wordt absoluut niet gemotiveerd. Gewoon 0,0. Je voelt het alsof je zit voor een verplichting. Terwijl eigenlijk zit je er voor jezelf. Ja, maar eigenlijk ook niet. Nee. Ik had ook echt het gevoel dat ik moest. Ja. Ik ging alleen maar omdat het moest. Ja, ik ging heen omdat het moest. Ik leerde omdat het moest, maar niet omdat het me wat boeide. Nee, en achteraf denk ik ook, hoezo de fuck heb ik biologie geleerd? Hoe de fuck heb ik... Ik had ook bio gekozen. Ik had bio als keuze. Oh, ik had economie en zo. Ja, ik had dus... Ik had en dan zo'n keuzevak. Ik had een E&M. Ja. En dan als keuzevak had ik bio gedaan. Nou, ben je ook helemaal gek. Ik weet niet. Welk pakket had je? Ook E&M. Dan heb je ook bio gekozen. Nee. Bio zit niet in E&M. Je moet wel kiezen. Ik heb geen bio gehad hoor. Ik heb drama gehad. Had je geen bio? Bio? Biologie? Had je E&M, dat is toch economie? Maar ik bedoel, ja, maar had je geen bio gekozen? Nee. Omdat je net zei, waarom heb ik bio geleerd? Nee, maar in gewoon in de eerste 3 jaar. Ja, dit wordt echt grappig. Nee, ik had bio dus gekozen ook nog eens. Ik weet niet, volgens mij had ik... Ik had Duits, kon je dat kiezen of had je dat sowieso? Ja, nee, dat moet je kiezen. Wiskunde A, toch? Ja. Ja, wiskunde A had je sowieso. Aardrijkskunde. Dat had je ook sowieso. Want volgens mij kon je kiezen aardrijkskunde of bij mij MNO. Of dan elke school. Ik had ook geen MNO. Nee. Had je wel MNO op school? Ja, dan kon je waarschijnlijk kiezen tussen aardrijkskunde en MNO. Dat had ik in ieder geval op school. Ik had drama. Had je ook? Ja. Drama. Had je drama als keuzevak? Heb je daar examen in? Ja. Dat is zo leuk! Zo leuk! Dan heb je 50% kunstgeschiedenis. Nou, dat is echt het leukste vak ooit. Echt. Is dat leuk? Nou, ik had zo'n leuke docent. Dat was niet normaal. Echt, hij bracht het zo leuk. En het was, je denkt echt, heel kunstgeschiedenis. Maar het was echt oprecht heel leuk. En ik was er zo goed in. Ik had altijd een 8. Examens, ik had nooit geleerd, hup een 8. Omdat hij je gewoon alles vertelde in de lessen. Zo interessant op zo'n leuke manier. En ik onthoud gewoon alles. En dan had je drama, eindtoneelstuk, 50%. Echt? Ik wou dat ik dat had. Ik had geen drama op school. Sorry, het leek me ook echt leuk. Ja, heel erg leuk. Nee, ik had bio. Ja, dat had ik denk drama als keuzevak dan. Ja, dat denk ik en bij ons ook BV en muziek en zo. Ja, bij mij ook, maar dat had ik niet gekozen. Nee, dat had ik anders ook niet gedaan hoor. Maar drama, ik heb heel lang op toneel en zo gezeten, dus dat vond ik sowieso heel leuk. Ik zit eigenlijk echt vol. Zijn jullie bijna hetzelfde of verschillen je heel erg van elkaar met karaktereigenschappen? Dat vind ik eigenlijk wel moeilijk te beantwoorden. Ja, dat vind ik best wel moeilijk. Ik denk dat we wel een beetje hetzelfde zijn, maar er zitten wel verschillen in. Ik denk dat ik veel chaotischer ben. Ja, en jij bent ook wel meer sociaal, zeg maar. Ja? Meer uitbundig gewoon. Ja. Met uitgaan, met vrienden en zo. Ik ben echt meer van het thuis zitten. Ja, en jij bent inderdaad van het thuis zitten en ik ben echt van... Overal uitgaan, feestjes, Nee, dat ben ik niet. Maar dat komt denk ik omdat ik ook heel de tijd single was. Ja dat natuurlijk. Maar ik ben sowieso zo, want ik heb ook heel lang een relatie gehad. Van 15 tot 18 of zo. En toen had ik dat ook al. Dat zit gewoon in mij. Ik ben gewoon iemand die heel erg van gezelligheid houdt en dat opzoekt. Ja, ik vind het juist wel lekker thuis. Dus dat is wel een groot verschil. Dat is inderdaad wel verschil. Ja. Maar echt qua karaktereigenschappen. Ik denk best wel hetzelfde. Ja. Maar we zijn al, misschien dat ik iets meer chaotischer ben. Ja, ik ben niet heel chaotisch. Ik ben bij opzicht wel georganiseerd. Ja, dat is echt chill als je dat... Kom maar op les. Ja, echt structuur met deze les. Ook echt van de zomer. Nou, iets van structuur, dat zat er absoluut niet in. Echt. Ik ben veel te ver gegaan dit weekend. Ook. Maar deze zomer, echt, ik was gewoon op een gegeven moment 3 weken niet thuis geweest. Elke dag ergens anders geslapen. Daar geweest, soms naar huis om even spullen te pakken. Daar was mijn YouTube ook gewoon helemaal weg. Want ik kon natuurlijk niet editen en zo. Nee. Wanneer ben je jarig? 19 maart. Oh ja, echt jarig. Net met corona. Ja, precies. Ja. Ik had helemaal mijn verjaardag uitgepland. Ik zou uitgepland in de super. Oh ja, dat had je verteld. Ja, alles uitgepland. En ben ik taart geregeld. Ja, de clubs gaan dicht. En niemand wilde ook op mijn verjaardag komen, want iedereen was fucking bang. Ja, alleen Israël en Bo waren er. De OG's. Ja, de OG's. Nou, ik woon natuurlijk ook van naast me, dus Ik in juni, 13 juni. Oh, dus heb je nog wel een beetje kunnen vieren. Hé, 13 juni? Volgens mij is dat ook een andere vriendin van mij, Ja, best wel veel mensen hebben 13 juni jarig. Nee. Ja, zie je? Oh ja. Nou, een vriendin van mij is ook op 13 juni jarig. Ja, ik had wel met wat familie en met vriendinnen had ik het gevierd. Maar niet echt dat ik een groot iets kon geven. Zo, maar het was wel leuk, ik kon wel iets maken. Ik wil misschien ook niet meer. Ik wil misschien een Halloween feestje geven. Oh, dat is echt leuk. Dat lijkt me echt heel leuk. Alles is op, bijna. Jezus, oké. Ik laat laat echt de hele tijd alles vallen. De hoeveelste keer is dit nu al? Ja, we hebben nog 2 hele rare kipstukken over. En mijn halve. Ja. En ik heb een hap genomen. Ik heb dan lekker die maïs op. Ik zit echt vol. Ik ook. Kijk naar deze. Goed baby's. Maar dit dan off camera. Nee, maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, ik ook. Ik vond het in ieder geval gezellig. We gaan binnenkort dan nog een video voor Isa opnemen. Dus laat weten of je misschien een leuk idee hebt. Of ook een mukbang. Ik vind het allemaal gezellig. Ja. Leuk. Dus nou, vergeet natuurlijk Isa haar kanaal niet te checken. Ik zal een link in de beschrijving doen. En ons volgen op Instagram. Bij mij is het gewoon @Sara Verwoerd. Bij mij _ Isa Luna. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Duimpje omhoog. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!